Donderdag reisde AZ af naar Enschede voor de uitwedstrijd tegen FC Twente. Die wedstrijd werd in de Eredivisie 82 keer eerder gespeeld. Daarvan wisten de Alkmaarders 31 keer te winnen en speelden ze 17 keer gelijk. Van de laatste 5 ontmoetingen won AZ maar liefst 4 keer. En voor de laatste overwinning in Enschede gaan we terug naar december 2020. Mede door deze waanzinnige doelpunten van Yuginari Sugawara en Teun Koopmeiners werd het 3-1. Korte hoek. Toch Koopmeiners. Jongen. FC Twente is met 1 gelijkspel en 2 overwinningen in 5 wedstrijden goed begonnen aan de competitie. Het versloeg in zijn laatste 2 wedstrijden FC Utrecht en Vitesse. Twente staat te wachten. Wat weet je over Twente? Nou, dat ze onlangs een knap resultaat hebben neergezet uit in Arnhem. Als je wint bij Vitesse met 4-1, dan heb je het goed gedaan daar. Dat is een moeilijke tegenstander. Maar goed, ook Twente heeft dit seizoen weer een aantal spelers aangetrokken die volgens mij van prima niveau zijn. Dus voor ons weer een mooie uitdaging om daarmee te meten. Ja, dan heb je bijvoorbeeld natuurlijk Verwolfswinkel die er speelt. Plupper, ja. Is volgens mij ook aardig in vorm. Ja. Wat je zegt, 2 gewonnen. Maakt dat het lastiger voor jullie dat ze nu in een redelijke flow zitten? Nou, dat zal moeten blijken. Wij zitten op dit moment iets lastiger met een behoorlijke dreun natuurlijk in Almelo van de week. Maar niets meer. Als je als speler op het veld staat, wil je niets liever dan die wedstrijd ook weer herstellen. En met die intentie gaan wij ook naar Enschede. Ja, dus hoe, als je daarop doorgaat, dan hoe is de sfeer dan op dit moment in de groep? Nou, die is natuurlijk wel iets rustiger, hè, want dat is ook wel wat gepaster. We hebben een nederlaag geleden die onnodig is geweest. Ook op een manier dat je denkt van ja, dat laatste moment, dat hadden we eigenlijk moeten voorkomen. Maar goed, we hebben uiteindelijk wel weer samen gezeten, gekeken van wat moet er dan beter? En dat proberen we dan de volgende wedstrijd ook weer te doen. Waar ben je dan op uitgekomen? Nou, dat je met name in zo'n eindfase van zo'n wedstrijd, als je dan alles hebt gedaan om terug te komen in die partij en het op 2-2 weet te krijgen, dat het ook dan klaar moet zijn en dat je niet meer in de situatie mag komen die wij hebben ervaren. Ja. Wat heb je deze dagen verder gedaan om voor te bereiden op FC Twente? Nou, je hebt weinig tijd. Hè. We komen vanuit een wedstrijd op zondag. Hebben we maandag een veldvrije dag gehad. Dus dan wordt er zo links en rechts nog wat gekeken wat er medisch nodig is. Gisteren voor het eerst weer getraind met elkaar. En vandaag gaat het vizier met name weer op Twente. Ja, precies. En dan heb je weer 2 wedstrijden in een week tijd. Hè? Of eigenlijk 3, zou je haast kunnen zeggen. Dus, ja, want zondag wacht er weer 1. Maar goed, dat is wel het ritme wat we graag willen. Ook met de Europese wedstrijden. Dus voor ons is dit verder prima.